Goedemorgen jongens. Zo, wat een lekker begin. Goedemorgen jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en ik ben hier vandaag net geweest in Hilversum bij mijn management. Superleuk. Ik heb even wat nieuwe dingen besproken en we moesten het even over het komende jaar hebben. Tenminste, de rest van dit jaar nog. Wat iets minder leuk is, is mijn kapsel. Ik moet echt geknipt worden. Het ziet er niet uit, dus sorry daarvoor. Ik heb trouwens een cadeautje gekregen ook. En kijk, dit is dus een hoesje voor mijn telefoon. Hopelijk glijdt hij dus nu ook niet zo snel meer uit mijn zak, waardoor ik hem dus in een taxi kan kwijtraken. Maar ik heb hem hier met Gio erop, dus dat is mooi. En nu is het tijd om terug te gaan naar Rotterdam eigenlijk gelijk weer. Want ik moet dus terug naar huis, omdat ik straks iets super speciaals heb. Ik ben dus onderweg naar een afspraak in Rotterdam. Het is eigenlijk gewoon echt letterlijk naast mijn huis. Want ik ga dus kijken voor een tweede huis. Het is een bezichtiging dus. En de bedoeling is dus dat ik dit huis eventueel wil kopen natuurlijk. En dat ik dat dan verhuur aan mijn zus. Dat is dus eigenlijk de gedachte achter waarom ik nu dus naar dit huis toe ga. Ik heb natuurlijk mijn eigen huis, maar ik wil zoals jullie weten investeren in nog andere huizen. Dus daarom wil ik eventueel het huis waar ik nu ga kijken ook kopen. Zodat mijn zus daar dus in kan gaan wonen. Zij is dus de laatste tijd al best wel actief op zoek naar een nieuw huis. Ze kan jammer genoeg alleen zelf niet mee. Maar daar ga ik dus straks naartoe. Ik heb er ontzettend veel zin in, want het is volgens mij op de 30ste verdieping ergens. Dat is dus wel echt ontzettend gaaf. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik laat me gewoon verrassen straks. En ja, we gaan het zien. Ik ben in het begin van dit jaar ook bezig geweest met een ander huis. Dat is toen dus jammer genoeg niet doorgegaan. Ik denk dat veel van jullie dat nog wel weten. Maar dat kwam dus omdat corona er ook was. Maar wie weet dat dit huis het hem wel gaat worden. Nogmaals, voor de mensen die dus denken van Gio, ga je dan zelf verhuizen? Nee, ik ga niet zelf verhuizen. Natuurlijk niet. Dat is niet de bedoeling. Nou jongens, ik kan mijn auto gewoon hier in de garage laten staan. Want de bezichtiging is dus, zoals ik zei, letterlijk een toren verder. Dus ik kan er gewoon naartoe lopen. Het is altijd een beetje moeilijk om met bezichtigingen te filmen. Dus als het mag, doe ik het sowieso. Als het niet mag, dan ja, dat is kut. De toren die je hier ziet, dit is de toren waar we naartoe gaan. Ricardo is even mee. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Neem je shotje. Dan moet jij hem ook nemen. Ja, maar ik kan niet filmen en een shotje tegelijk nemen. Een gember shotje. 3, 2, 1. Ik vind het niet erg. Doe je dat zomaar gewoon? Ja, ik vind het niet erg. Holy shit. Die dingen zijn echt fucking heftig. Ik ben een beetje zenuwachtig. Maar ja, ik ben benieuwd. Nou jongens en meiden, we zitten dus op de 30ste verdieping. Lekker hoog. De lift is open, dus we gaan naar binnen. Ja, dit is echt heel jammer jongens en meiden. Ik heb dus de bezichtiging gefilmd. Ik heb letterlijk alles gefilmd. Alleen toen kreeg ik dus vanochtend een berichtje dat ik het niet online mocht gooien. Wat ontzettend jammer is, er zijn wat regels vanuit het buitenland. Omdat het iemand vanuit het buitenland het huis bezit. Dus dat is super jammer. Echt super, echt enorm jammer. Want ik wilde dit eigenlijk allemaal met jullie delen en het aan jullie laten zien. Misschien dat ik wel even één klein shotje kan laten zien. En dat is dus dit. Maar dit is natuurlijk wel echt heel erg jammer voor de vlog. En ja, ik baal hier echt enorm van. Dit kan natuurlijk soms gebeuren, want ja, ik had hier zelf ook geen controle over. De bezichtiging filmen was ook gewoon heel erg leuk. Alleen, ja, het mocht dus uiteindelijk niet online. Sorry daarvoor, het spijt me echt. Ik had het jullie graag willen laten zien. Nou, we zijn net klaar. Ik ga ook even het gember shotje nemen. Deze shit is echt heftig. Ik snap niet hoe jij dit in één keer deed. Moet ik hem in één keer dan helemaal... Gewoon in één keer naar achter koken. Dat is toch top? Oh, joh, gast. Oh, dit is zo. Een lekker pik. Hoe doe jij dit pik? Je wordt hier gewoon lekker wakker van en voelt je meteen. Oh, ik kot zo als de half uit. Zo, jongens en meiden, ik ben weer thuis. Wat een bezichtiging. Alleen het is nu tijd om er even over na te gaan denken natuurlijk. Want het is niet zomaar iets. Het is wel echt ontzettend gaaf. En ik moet even mijn zus gaan bellen, denk ik. Dus we gaan Gio even laten schrikken. Hij is aan de douche. Daar staat de pop. Kijken of hij gaat schrikken. Katten vinden het in ieder geval niet heel erg leuk. What the fuck, pik? Holy shit! Ja, dat duurde zo lang. Hoe lang stond je hier te wachten, gast? Ja, bijna 5 minuten of zo. Schrok je? Ja, duh.
voor de mensen die een iPhone hebben, Siri geeft je dus een naam. Ik heet gewoon Giovanni in mijn telefoon. Maar als je dus dit invoert van call me ha 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 ha, als het goed is, komt er dan dus iets grappigs uit. Dus je moet dit zeggen tegen je Siri. Dus we gaan het nu proberen. Oké, wacht, let op. Ben je ready? Komt ie. From now on, I'll call you. Wacht even, nu zit ik weer Siri te doen. Dus als je Siri zegt dat hij je zo moet noemen, dan gaat hij op de een of andere manier helemaal kreunen en shit en rare dingen zeggen. I don't know how to respond to that. Alles goed? Je moet hem wel in het Engels instellen. Mijn haar is trouwens helemaal plat, omdat ik me net even heb gedoucht, want ik kan gelukkig zo naar mijn vader toe om het te laten knippen. Eerlijk, hoe slecht ziet het er nu uit? Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik ben beneden hier in de zaak van mijn vader en ik ga je dus naar de opslag, want de opslag... Oh, zo. Oh, yo. De opslag van de truien. Namelijk, ik ben over een paar dagen jarig. De 24e van september. En ik wil dus binnenkort ook bij iemand wat gaan langsbrengen. Een van deze truien. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus geabonneerd zijn op mijn kanaal. En me even volgen op Instagram wat nu in beeld komt. En dan ga ik dus binnenkort een roze trui of een witte trui bij iemand thuis langsbrengen. Dat lijkt mij heel erg leuk. Zo, ik zit eindelijk in de stoel. Het is voor mij helemaal niet gek. Geleden. Mijn haar groeit gewoon heel snel. Ja. Waar kan het aan liggen? Ja, een gezonde jongen. Een gezonde jongen? Nou, dat werkt volgens mij niet helemaal. Ja, eet dat natuurlijk altijd heel erg gezond. Hey, als jij mama niet had gehad, had je ook niet gezond gegeven. Nee, dat klopt. Kijk, hoppa. Nou, mijn haar wordt geknipt, jongens. Dus dat is mooi. Zo, jongens, mijn haar is geknipt. Hallo! Geef mijn haar eens een cijfer. 10! Nee, een 12! Hé, lekker! 12! Dit is niet voor de video. 12! Waarschijnlijk komen we niet eens op. Maar... Maar? Normaal zit je haar altijd los, nu zit het in gel. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, af en toe als je 's morgens uit je bed komt, dan heb je er niks aan gedaan. Dan zit het vind dus ik wel mooi. Ja, ik moet alleen nog even een beetje eraan wennen. Maar het is beter, goed. Hè? Nou jongens, ja, kijk zo, het is weer helemaal gedaan. Ik krijg dus een 10. Anders zit het dat is mooi. Een 12. Een 12 zelf? Ja, een 12. Holy moly jongens, ik kom thuis en ik krijg een pakketje binnen. Ik heb 4 maanden op dit pakketje moeten wachten. Weet je wat hierin zit? Let op. Let op. Let op. Hop, ik druk mijn shirt kapot. Let op. Kijk! Een Justin Bieber trui. Hoppakee. Is dat niet cool? Ja, we hebben er 4 maanden op gewacht. Ja. Echt iets speciaals of zo, kom je met een Justin Bieber trui. Nou, dankjewel weer. Jongens, ik ben wel blij. 4 maanden heb ik op deze trui gewacht. Oh, yo, eindelijk is die binnen. Hij is wel mooi. Oh, deze moet ik echt even aan nu. Deze moet ik... echt even aan. Bizar, ik dacht dat hij nooit meer aan zou komen, maar hij is dus eindelijk hier. Jongens, wij zijn echt bizar. Ik heb gewoon, ik zei het net al, zo lang op deze trui gewacht. Maar hij is er dan eindelijk. Misschien staat er ook nog iets op de achterkant? Weet ik niet. Nee. Nee, niet? Nee. X-baby. Oh, dit vind ik echt lief van je, man. Dankjewel. Oh, wat schattig. Dat is mooi, hè? Ah, dit vind ik echt lief van je. Van mijn moeder, deze is wel. Fuck jou. Oh ja, jongens. Ricardo's moeder is jarig, dus we moeten even een bloemetje aan haar geven. Nou, is ze toch weer blij, hè? Toch weer blij. Nou, mooi. Ook echt voor het tankje, joh, gehad. Terwijl we over 10 minuten bij jou thuis zijn. Kijk dan. Oh, wat kut. Ik wil niks. Ik hoop voor je moeder dat ze deze vlog niet kijkt. Nee, ze kijkt sowieso geen YouTube. Gelukkig. Ze kijkt niet naar prutsers. Hey, nieuwe auto heb ik. Ik heb Ricardo net afgezet in Assen-Delft. Daar woont hij. Ik hoop dat hij een leuke verjaardag heeft met zijn moeder. Ik ken Ricardo trouwens via het uitgaan in Amsterdam. Dus voor als je denkt, wat doet hij ineens in je vlogs? Daar ken ik hem dus van. En het is ook een vriend van Matthijs en zo. En nu ben ik bij Jade. Want we gaan uit eten. Maar Ricardo is pas sinds kort in mijn vlogs. Dus ik dacht, misschien moet ik het even uitleggen hoe ik hem nou precies ken. En als het goed is, gaan ze nu al instappen. Oh jee. Hey! Ben je even in? Nee. Hola. Hey. Hallo. Hallo. Oh, het is een beetje een band hoor. Wacht even. Uh-oh. Ik zei ook al, maar Alex wil niet voor in. Ja, ik zei ook al. Wil je echt niet voor in? Ja, ik ga voor in. Oké. Hey, kijk. Oh, wat leuk. Die heb je heel lang geleden besteld. 4 maanden geleden. Echt, of 6 maanden denk ik wel. Heel leuk. Begin van corona had ik deze besteld. Heel leuk.
een Justin Bieber trui. Dat was van zijn eigen... Zijn jullie allemaal netjes aangekleed? Dat zijn altijd netjes. Geef dan. Kijk, wat heb je voor leuke trui? Justin Bieber trui. Oh, dat was hem. Ja. Die is leuk. Zo, jongens en meiden, wij gaan even hier uit eten. Hoppa. Huh? Waarom zie jij er zo netjes uit? Hé, ik kom hier aan in mijn trui. Omdat wij gingen lekker naar Alkmaar borrelen. Ja. Nou, netjes. Waarom netjes? Jade. Kijk jongens, bij dit restaurant kan je dus alles bestellen via de iPad. Dat is echt ideaal. Oh, nu klik ik iets aan. Nee. Dit moeten ze echt overal hebben. Super handig. En dan krijg je daarna gelijk, hoppakee, hier gewoon op tafel. Nou, is dat even fijn? Nou. Is lekker? Ja? Mooi. Jij moet wasabi snuiven. Ga jij even wasabi snuiven? Ga nou even bestellen, want ik heb honger. Zo. Zo. Doe ja. Jade, die heeft dus al cadeautjes voor mij, voor mijn verjaardag. Nou, eentje is sowieso. Kan je één hint geven? Nee. Eén hint. Nee, jij gaat het verkeerde hint geven. Geef één hint. Muziek. AirPods. Ze willen het dus niet zeggen. Oh, mijn ouders hebben zelfs nog geen eens een cadeau volgens mij. Dus ik vind het wel origineel of knap dat ze iets verzonnen heeft dan. Eén hint? Al bijna 2 weken. Dat was de hint. Muziek. Dat heb ik echt dat al was bijna hint. 2 weken muziek. Geleden of zo. Oh. Besteld. En muziek andere, is de hint. Dat moet nog, ja, maar dat is nog niet binnen. Nou, als jullie iets weten, dan ben ik benieuwd. Ik weet het echt niet wat ze gehaald zou kunnen hebben. Maar dat is voor één. Hoe kwam je op het idee? Ja, ik had het voor mij zien komen. Kut, sorry. Zo, wij zijn heerlijk uit eten geweest. Hebben we lekker gegeten? Ja. Yeah. Nou, dat is fijn. Ik heb trouwens nog steeds, jongens en meiden, Windows op mijn MacBook. Hoe fout is dit? Kan dat? Nee. Nee? Nee. Kan dat niet? Ik kan sowieso niet met Windows omgaan. Ja, kut voor je. Niet doen! Wat vind je van mijn trui? Ja, heel leuk. Ja? Dat heb ik al gezegd in de auto. Oh, dat zei je al in de auto. Ja, oeps, sorry. Ik wil het even nog een keer horen. Ja, nee, ja. Hé, hey, wat vind je van mij? Oh my fucking god. Schrok je echt? Ja. Hoe dan? Omdat ik dacht dat jij naar beneden was. Oh. Of toch niet? Nee, jeetje. Mevrouw. Meneer. Bijna. Bijna. Jongens, ik vind het even leuk om wat... ik ga even de stoel neerzetten om even wat dingen te doen. Ja, ik voel alweer dat dit echt een lelijke angle is. Elke angle is lelijk bij jou. Grapje, kom zitten. Oké, je mag deze vraag wel zelf gaan beantwoorden, hè? Oké, ik had onder mijn laatste video, even mijn laatste video met jou, had ik een gekke topcomment. En nu ben ik benieuwd of je die gelezen hebt, ik weet niet. Nee, ik heb je dingen niet gelezen. Heb je het niet gelezen? Onder welk video? Oké, dit was mijn laatste, of mijn moeder moest met spoed naar het ziekenhuis. Niet een hele leuke video of zo, maar... daar staat, like als je denkt, en er is 2000 likes bijna. Like als je denkt dat Jade's eerste seizoen met Gio was. Is dat zo ja of nee? Nee. Nee, lekker pik. Dat is inderdaad niet zo, jongens, meiden. Heel super... veel mensen dachten dat. En mensen zeiden ook dat je dat kon liplezen of zo, maar dat... Dat kan niet, want ik had het geblurred. Dus je zou het ook niet hebben kunnen liplezen, inderdaad. Had je dat ook geblurred? Ja. Ik heb die hele video niet gezien. Nou, ik heb zelfs geblurred dat je iets zei. Oh. Nee, dat was niet. Nee, dat was hem niet. Maar ik vond het wel grappig om deze comment even te behandelen in de video, jongens, meiden. Trek je nou mijn bandje kapot? Hier, wacht hier. Als je dat stukje op slow-mo zet van Jade die dat zegt met wie ze gezoend heeft, dan hoor je wij. Oh ja, dat... Dat is helemaal niet zo! Dat is ik heb dus alleen inderdaad... Ik keek toen je een paar seconden luisterde zo die reacties en zag je dat de mensen dachten ik wij zei. Nee, dat is helemaal nou, niet zo. Nee, het lijkt er ook niet op. Nee. Jade had het er trouwens over dat dit misschien best ook wel leuk is voor in mijn huis. Ja. Eerlijk? Ja, maar dan niet dat, maar... Anders. Ja. Maar waar? In mijn slaapkamer ook. Ja, jij moet mijn slaapkamer gaan stylen. Dit is best wel leuk voor jou. Je moet inderdaad iets meer... Kijk, dit is gewoon nep, hè. Ik kan geen planten verzorgen. Ja, ik kan dat ook niet. Dus... dat, au. Heb je last van je ouders? Ja, kut. Oké, ik kon net zeggen. Hey Google. Nee. Zet de lichten op rood. Oké. Nee. Nee, dit is fout. Ja. Hey Google, doe alsjeblieft de lichten weer terug. Het werkt niet. Nope. Ja, weet je, dan moet je toch echt zo gaan editen. Ja, dan maar zo editen. Jongens, even eerlijk. Dit is toch veel mooier, deze nagels. Gewoon naturel, of soort van naturel, in plaats van blauw en rood en roze. En... Ja, maar kijk, weet je wat het was? Ik ben hier gewoon snel klaar mee. Dan moet ik weer van kleurtje en dan vind ik een kleurtje. Nee, hou het nou alsjeblieft een keer zo. Oké. Alsjeblieft.
deal. Ja? Voor hoe lang? Voor... Weet ik niet. Oké. Okay. Jongens en meiden, ik wil in ieder geval hierbij de vlog lekker afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen moet ik hier dus ook in de buurt zijn, dus dat is super chill. Dus ik blijf hier gewoon... Ik blijf hier gewoon lekker slapen. Hé, hey, yo, ik geef het gewoon toe dat ik hier blijf slapen. Heftig. Heftig. Ja, dat is wel heftig. Wow. Het licht valt er helemaal vanuit. Het licht valt er vanuit. Nou, jongens en meiden, ik wil in ieder geval dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 weer bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu... Later!